Het bieden van goede en preventieve zorg is een van de belangrijkste voornemens en componenten voor minister Umar Ramadien van Volksgezondheid voor het jaar 2024. Naar zeggen van de bewindsman is een van de prioriteiten ook het garanderen van massale gezondheidsvoorzieningen voor de samenleving. Ramadien is de mening toegedaan dat het belangrijk is dat de samenleving de juiste keuzes maakt voor zichzelf wanneer het gaat om de eigen gezondheid. Dat begint al in die eerste lijn, eigenlijk in die nulde lijn, want nulde lijn begint thuis. Daar begint het keuzes maken, dus voorlichting, zwaar awareness, diverse campagnes. Tweede is uiteraard de druk op de ziekenhuiszorg moet afnemen, dus er moet veel meer gebeuren in die eerste lijn. Er moet veel meer gedaan worden door de huisartsen. Daar hebben we ook met het Hartsinitiatief al de stappen gezet. En uiteraard wat naar de ziekenhuizen moet gaan, wat ziekenhuiszorg speciaal nodig is, gaat dat moeten gebeuren. En daar heb je een HR-probleem. Dus je moet dat is ook prioriteit, op brain drain te gaan zitten, evalueren, een jaar brain drain toelagen, loonstructuur, hoe past dat allemaal nu op dit moment, wat zijn de wensen, hoe kunnen we die mensen motiveren, zonder dat anderen boos worden. Want wat de gedachte is, daar waar je schaarste hebt, moet je beter gaan motiveren, beter gaan waarderen. Een ander belangrijk punt dat minister Ramadien zorgen baart, is het financieren van de gezondheidszorg. Het ministerie zal nagaan hoe met de beschikbare middelen ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de zorg. Want het is niet alleen een verpleegkundige, niet alleen een ziekenhuisbed. Je moet maar eens weten wat we allemaal eromheen hebben aan betalingen. En soms schrikken mensen wanneer we zeggen dat ruim... Ik denk 200.000 euro op dagbasis in de zorg rondgaat. Als je kijkt naar wat we uitgeven via het SZF alleen, dan kan ik zeggen dat ruim 200.000 euro op dagbasis geconsumeerd wordt in de zorg, dagbasis. Dus dat is een enorme grote hap, maar we moeten dat efficiënt gebruiken, doelmatig inzetten. En het moet ook toekomen aan degene die daar echt recht op heeft. Dus er gaan wat besluiten genomen moeten worden vanuit het ministerie om, soms pijnlijk voor bepaalde groepen, soms pijnlijk voor bepaalde ziekenhuizen, soms pijnlijk voor het ministerie, maar we komen er niet onderuit. We gaan het gaat gelukkig macro-economisch in het land veel beter, dus de vooruitzichten zijn goed. Als je kijkt naar zeker IMF, maar ook de rating die we hebben internationaal nu. Ziekenhuizen moeten nu richtig werken aan hun bestedingen, omdat het gezondheidssysteem een importsysteem is dat afhankelijk is van valuta. Dus er zullen gezonde keuzes gemaakt moeten worden, onderstreepte minister Ramadien.